Nou, als Twents onder elkaar gaan we door, want jij bent het net en ik ben het nog net. Nou wou ik je vragen, waar woon je, waar kom je vandaan? Ik woon in Hoorn. Hoorn, en je bent op school? Op de elektrotechnische school in Amsterdam. Je bent op school, dus dat betekent heen en weer gaan, hè? Elke dag heen en weer, ja, met de trein. Ja. En welk probleem heeft jou nou zo gegrepen dat je dacht, daar ga ik een onderzoek naar instellen? Wat is jouw onderwerp? Ik ben er met een nauwkeurige elektronische tijdmeter bezig. Een nauwkeurige elektronische, dat is een betere tijdmeting dan de gewone die op ons klokje komt? Ja, inderdaad, ja. Want wij gaan tot seconden en dit gaat verder, zeg. Dit gaat tot millisecondes. Ja. Je hebt een wat groter apparaat voor nodig dan een horloge, zie ik. Kun je het eens uitleggen wat hier aan de hand is? Nou, in het toestel zit als allereerst een multivibrator. Wat is een multivibrator? Of wat komt het aan? Dat is een toestel wat blokspanningjes afgeeft, zoals daar op de tekening te zien is. Ja, en wat gebeurt er als die frequentie, dus dat is een regelmatig variërende blokspanning, uit die multivibrator komt? Wat gebeurt er dan? Dit stuur ik naar frequentiedelers. Mm-hmm. Een frequentiedeler deelt de frequentie van deze blokspanning doormidden. Dus ja, steeds aan elke frequentiedeler is de frequentie twee keer zo laag geworden. Oh, dus je begint bij een frequentie van 200, zei je geloof ik, hè? Ik begin bij 200 hertz, dan ga ik over naar 100 hertz, wordt het 50 hertz, dan wordt het 25, 12,5 enzovoorts. Zullen we dat even bekijken op die plaat? Hier is dus de spanning als functie van de tijd afgezet. Ja. Dit is de uitgang van de multivibrator. Ja. Als deze twee blokspanningjes twee periodes heeft gedaan, doet deze één periode, dus de uitgang van de eerste frequentiedeler. Ja. En deze deelt dus de frequentie weer door midden, enzovoorts, tot deze tenslotte 160 milliseconden aangeeft. Oh, dan heb je 6 keer door 2 gedeeld. Ja, dan heb ik 6 keer door 2. En wat doe je nou om de tijd te meten die tussen twee evenementen verloopt? Op het moment dat ik dus van een bepaalde gebeurtenis de tijd ga meten, mm-hmm, laat ik de multivibrator starten. Hij zendt zijn blokspannetjes uit naar de frequentiedelers. En dat wordt geïndiceerd op deze signaallampjes die hier staan opgesteld. Ja. En aan het eind van de meting laat ik de multivibrator op elektronische wijze uitscheiden. Juist. En dan heb je dus een paar lampjes die branden. En door nou die getallen waar die lampjes branden bij elkaar op te tellen, weet je precies hoe lang het duurt. Juist. Kunnen we de meting doen? Ik wil een reactiemeting doen. Nou, laten we die van meneer Costo meten, hè? Ach, dat kan dus met dit op mijn reactie. Uw reactie. Ja, op het, hoe lang dat duurt. Op het aangaan van dit lampje, als ik op deze knop druk, ja, gaat hier een flipflop om. Ja. Deze start, deze multivibrator. Ja. En op hetzelfde moment gaat dit lampje branden. Oh, dit lampje, ja. Als u op dit knopje drukt, wordt de multivibrator gestopt. Dus zodra ik dat lampje zie branden, moet u druk ik op de knop. Onmiddellijk. Ja. Kijk hoe snel ik ben. Ik moet hier een schakelaartje omzetten. Ik doe een fout. Doe nog eens. Klopt het heel traag. Oké, nog eens. Uw reactie is gemeten. Dus 320 plus 20 is 340 plus 10 is 350 milliseconden. Nou, is dat vlug? Dat is vrij vlug. Oh, ik ben vrij snel. Is er misschien een van de andere juryleden, of professor Commandeurs Klaar, een van de andere juryleden die iets zou willen vragen? Ik zou graag willen weten hoe constant de constante frequentie is. Deze blokspanning met de vibrator is de frequentie daarvan is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de spanning die ik, de voedingsspanning die ik hierop aansluit. Daarom is de voedingsspanning gestabiliseerd op 10 volt precies. En het geheel bevindt zich in een oventje wat op elektronische wijze op een constante temperatuur wordt gehouden. En hoe heb je de frequentie geëikt? Deze frequentie heb ik geëikt op een frequentiemeter. Die je op school kon gebruiken? Ja, dit heb ik op school gedaan, ja. Is de jury klaar met haar vragen? Nou, misschien mag ik nog één vraag stellen. Ja, meneer Leeflang nog, ja. Is dit apparaat ook voor andere mensen te bedienen of is dat te moeilijk? Het apparaat is heel makkelijk door andere mensen te bedienen, want er zitten een paar eenvoudige drukkopjes aan. Mooi. Nog één vraag. Nog één vraag. Kunnen we in plaats van de reactietijd van meneer Costo dit ook voor een echt apparaat gebruiken om een echte reactietijd van een technische toepassing te meten? Ja, dat is te doen. Ik heb hier bijvoorbeeld een relais opgesteld. Ik zet op dit relais een bepaalde spanning. De multivibrator start hierdoor. En dit relais dat komt op. En die opkomtijd van het relais wordt gemeten ook door dit systeem. Ik wil het nu wel even demonstreren. Ik ga eerst resetten. Alle lampjes gaan uit. Deze drukknop druk ik in. Op dat moment komt het relais op. En de gemeten tijd is 20 plus 5 is 25 milliseconden. Ik kan de spanning op het relais verlagen door middel van deze potentiometer. Ik herhaal deze meting, ik ga eerst resetten. Ik druk weer op het drukknopje en nu blijkt het 20 plus 10 heeft het 30 milliseconden geduurd. Dus bij een lagere spanning duurt het langer voordat het relais is opgekomen. Dankjewel. De jury is klaar.
Mag ik dan vragen om af te rekenen, heren? Meneer Leeflang, wat is uw oordeel? Ik vind het een heel bruikbaar apparaat als ik het zo bekijk. En vooral het feit dat daar iedereen mee zou kunnen werken. En dat het ook bovendien nauwkeurig is. Ik heb daarom besloten om 160 punten te geven. 160 punten worden toegekend door meneer Leeflang. En daar staan die 160 punten. Er ontbreekt nog een nul, maar die komt er zonder twijfel bij. Dan vraag ik meneer Schutte, wat is uw mening? Het elektronisch tijdmeten op zichzelf is natuurlijk niet nieuw. Maar ik vind de toepassing van de flipflops, dat binaire systeem erachter, vind ik erg aardig. Ik geef 165 punten. 165 versta ik? 165 punten van meneer Schutte, die komen daarbij. Dan bij professor Commandeur komend. Ja, ik vind het ook een bijzonder aardig uitgewerkt idee. We moeten natuurlijk een beetje rekening mee houden dat Jan op een elektrotechnische school is. 150 punten. 150 punten van professor Commandeur. En tenslotte broeder Erich. Ik vind het vooral praktisch, fijn uitgewerkt. Het is een gemakkelijke aflezing. Dat is dus voor heel wat waarnemingen is dat belangrijk. Ik kom hierdoor op 160 punten. 160 punten van broeder Erich. Hetgeen het totaal brengt op. Ik geloof dat de meter wat achter is. Juist, daar gaat hij, daar gaat hij. 635 punten voor Jan Perenburg.